Hoi, wij zijn Ron en Duco. Beide 30 jaar oud. We hebben een prachtige dochter gekregen op 12 oktober. Dus vandaag 2 maandjes oud. Wat wij gaan jullie meenemen in ons verhaal als twee jonge vaders die via een draagmoeder een kleine dochter hebben gekregen. Gruffalo Crumble. Gruffalo Crumble. Zeg maar papa, ik loop alleen maar te spelen met mijn fles. Ik wil alles zien, maar ik drink hem lekker niet op. We hebben nu hoe lang een relatie? 7,5 jaar. Iets meer dan 7,5 jaar. Ja, dat in juni wordt het 8 jaar alweer. En nu zijn we getrouwd en zijn we allebei vader geworden. Maar die kinderwens die hadden wij al heel lang. Ik kan nog heel goed herinneren, toen ik het laatst tegen jou zei. Volgens mij was het in de auto naar Duco's vader toe. Zou ik hem voor het eerst gaan ontmoeten. En ergens op de A44 of de A4 reden we. En daar vroeg jij eigenlijk. Ja, ik weet de exacte locatie nog. En ik vroeg inderdaad of Ron ook dezelfde kinderwens had als die ik had. En daar kwam eigenlijk volmondig jou. Dus het was heel fijn en heel leuk om door te hebben dat je dus allebei dezelfde kant op wil in het leven. Ja, dezelfde toekomstplannen eigenlijk heb. Het is misschien niet heel normaal voor homo's om kinderen te krijgen. En het is een stuk lastiger voor ons natuurlijk. En het is toch een avontuur die je aangaat, maar wetende dat we dit allebei al willen, voelde wel heel fijn eigenlijk. Ja, we doen leuke dingen. We zijn van de verre reizen. We gaan lekker op vakantie. Ja, we hebben een gezamenlijke passie en dat is Zuid-Afrika. En als we dan fors vooruit spoelen naar 2017, dat is het jaar dat wij daadwerkelijk getrouwd zijn. We zijn getrouwd in april, maar in januari van 2017... kregen wij dus uiteindelijk te horen van de vrouw die onze draagmoeder is geweest. Paulien, dat we zwanger waren. Dus ons jaar begon met een zwangerschap. Ja, tussendoor kwam er ook nog eens een heel mooi huwelijksfeest. En op de bruiloft zelf hebben wij, dat werk ook voor ons was het een verrassing, ook onthuld wat het geslacht was van de baby. Dus niemand op de bruiloft wist überhaupt wat het zou gaan worden. En Paulien had een super gave doos laten maken met daarin ballonnen. Ook voor haar was het nog onbekend. En ook haar familie was bij ons op de bruiloft. En eigenlijk de enigen die het wisten waren degene die de echo had gemaakt. Ja. En degene die de ballonnen in de doos had gedaan, die heeft een envelopje dichtgekregen met het geslacht. En daar te midden van al onze vrienden en familie, mensen waar wij heel veel van houden, werd bekend dat we een dochter kregen. Ja. En zij is uiteindelijk dus ook daadwerkelijk geboren in oktober dit jaar. 12 oktober. 12 oktober. En 2017 is by far is gewoon... is ons jaar. Ons jaar, ja. Dat kan niet stuk. Nee, inderdaad. Dus we gaan jullie nog een paar keer meenemen in ons avontuur. We gaan de volgende keer ook vertellen hoe onze avonturen verder zijn gegaan met de draagmoeder. Qua draagmoederschap, inderdaad, ja. Hoe de kleine het doet. Dus we gaan zeker bij jullie terugkomen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat jullie misschien aangezet worden om ook eens daaraan onderzoeken hoe het gaat met draagmoeders. Ja. Maar kijk vooral lekker met ons mee. Mocht je natuurlijk vragen hebben over hoe bepaalde dingen gaan, dan kan je ook altijd een vraag mailen naar Linda Nieuws of Linda TV. En dan gaan wij ze beantwoorden zodra we daar de mogelijkheid voor hebben. Dus, ja, want we willen graag veel vertellen. Dus alle vragen zijn zeker welkom. En we hopen een mooi beeld te kunnen schetsen van iets wat eigenlijk het mooiste is wat ons is overkomen. Zeker weten.